Raak hem aan in de geest. Leid hem vallen met die heilige geest. Dat hij je kan dienen met zijn hele lichaam. Handen, voeten en hoofd. Dat uw woord tot hem doordringt, Vader. Dat hij de juiste beslissingen mag nemen. Dat hij zichzelf volledig aan u geeft, Vader. Dat hij niet twijfelt. Dat niemand hem zal doen twijfelen. Dat u zich aan hem zult openbaren. Dat hij zal zien dat u werkelijk leeft. Dat u de levende ware God bent. Vader, en allen die bij hem zijn, geliefden die bij hem zijn, familie, kennissen, dat zij de vruchten ook mogen plukken, omdat hij de juiste keuze heeft gemaakt. Dat uw licht via hem zal schijnen naar anderen die nog verloren zijn. En dat vragen wij voor hem in Jezus. De stap gemaakt, maar u heeft hem gekozen. Die heeft gezegd, velen zijn geroepen. Maar Vader, wij willen dat zij ook uitverkoren mogen zijn. Want weinigen zullen uitverkoren zijn. Vader, ik bid voor standvastigheid. Zoals wij vandaag die woord hebben gezien, Vader, en gehoord dat de vrucht van de geest, dat de elementen daarvan, de 9 elementen, overvloedig mogen zijn bij de Vader alvast. En dat hij leiding mag geven aan dit gezin, dat allen aangeraakt worden, Vader. Zo zegen ik hem, Vader, in Jezus' naam. Wat ik altijd vraag, Vader. Dat uit de jonge vrouwen deugdzame vrouwen komen. Dat de deugd goede dingen doen. De deugd vertrouwen hebbende in vader en moeder en in u. Dat zij niet verdwaald raken door de lusten van de wereld. Maar dat zij een sterke jonge vrouw zal zijn en opgroeien. En dat zij haar leven in uw handen zet, o Vader. Zoals wij vandaag hebben gesproken over Hanna, zoals zij in de Bijbel voorkomt. Maar dat zij ook daarvan zelf de vruchten zal plukken. En dat zij nooit verloren mag gaan en zal gaan. En dat u haar mag leven als zij zich en dat bidden wij vandaag zichzelf aan u geeft. Dat vragen wij in Jezus' naam in het licht. Sterke mannen zijn niet op straat gaan. Zomaar. Sterke mannen zijn niet in de bar, Vader. Sterke mannen zijn mannen die educatief sterk zijn, succesvol op school en opleiding. Sterke mannen zijn zij die zich onderwerpen net als Jezus aan u wil. Sterke mannen zijn niet mannen op grote motorfietsen, Vader. Sommigen zijn wel sterk, maar dat merendeel weten wij dat zij anders zijn wat zij niet moeten zijn. Maar Vader, wij zegenen hem dat hij wijsheid zal opdoen, kennis zal opdoen, halleluja, en begrip zal opdoen in de dingen van u. En dat hij heel lang zijn leven zal richten, zodat hij een licht mag zijn voor andere jonge mannen, omdat hij succesvol zal zijn in Jezus. The strongest soldier are men with wisdom and knowledge of the Lord. The strongest warriors are the warriors who are not afraid because God is with them. The strongest warrior and the warriors with knowledge and wisdom are those who don't look back but look forward because they make the right choice to be with Jesus. So, Father, I pray for Miraj. Ask me with their shine, the Father, that they are greater with their sunshine and be communicated. Hallelujah. And that they may find the world and need certain misleaders, and they may be forget them and need certain misleaders, but that they shall see that what they need to suffer this year, good shall say, of that what you put Father all day to this.
zo danken wij u voor die raad, dat hij in ons midden is, zal blijven ontvangen. En dat hij de keus nimmer zal laten, als hij iets voorwaarts zal gaan en niet achteruit zal kijken. Wij danken u in Jezus. Dank u, Jezus, Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit. God vraagt van ons en zegt: vrees niet, nooit, niemand. Vrees niemand, Natasha. Kies mij. Kies mij alleen. Halleluja. Laat mij jouw hart doordringen. Laat mij jouw hart doordringen. Stel je hart open. Bij mij ben je een nieuwe creatie. Ik heb je tot een nieuw mens gemaakt. Halleluja. Kijk niet wat voorbij is. Vergeet wat voorbij is. Richt je op wat nieuw is. Nieuwe creatie. Halleluja. Vader, we willen ook voor Natasha dat ze je beter kennen via het woord. Dat ze leert dat het woord ook een zwaard is. Een tweesnijdend zwaard. Dat alles zal vernietigen dat van de duivel op haar afkomt. Vader, we vragen u wat te leren op het geleiding van andere zusters die al veel meer weten. En dat zij daarvan gebruik ontvangen. Wij danken u voor Jezus Christus om haar te roepen. Zij leven aan, ook aan haar gegeven heeft. Halleluja. Mogen vrede, mogen succes en de vrucht van de geest die ze vandaag heeft leren kennen, dat zij die zal de voorzijn onderzoeken. En dat zij een voorbeeld mag zijn voor anderen. Weet u mij dat u kinderen zult gebruiken. Er zijn die kleine kinderen hier in de gemeente, Vader, die u kennen. Want u bent met ze en u voedt ze. Nu al in uw regels, in uw woord, in uw inzicht. Uw woord zegt, jongeren zullen grote dingen doen in aanschouw van ouderen. Zo zeker ik hem vandaag, Vader, dat hij hem zult gebruiken. Onder de leiding van zijn moeder. Zodat de wijsheid die zij heeft overgebracht kan worden. En dat hij onaantastbaar zal zijn voor de dingen van het vlees van de wereld. In Jezus' naam. Amen. I ask Jesus today that what I ask and want for myself, I know he is able. God is able to do everything, that he can talk to you from heart to heart, from soul to soul, from spirit to spirit, that you will get more than enough blessings in your life. We bless you today. Today is your birthday. God keep you till the day of today, that he shall keep you longer as he needs you, as long as you need him to be. Yes. A witness, yes, testimony full, yes, that you can speak about his blessing and his glory, that his glory shall touch you till older days he will keep you, that he will keep you as long as he will, that his will shall be important, not your will, and I know not your will, you give always everything you have to God, and God says you can give more. You can give him more. He will give you more knowledge. Yes, hallelujah. He will cleanse you from everything that is not necessary in your life. So, Father, we thank you for our poor sister. And we just bless her in Jesus' name. Hallelujah.